Ja, welkom bij een nieuwe Gamersnet Gear en waar het normaal gaat over PC Master Race, nee, consoles zijn klaar om gewoon te gamen, plug and play, handheld gaming, Nintendo is daarin de shit, want ja, de PlayStation Vita, ja, iedereen weet dat dat geflopt is. Maar nu hebben we een nieuwe discussie die we kunnen starten. Mobile Master Race! Denk je echt dat het een Master Race zou kunnen zijn? Geen idee, ik weet het niet, dat mag jij gaan vertellen, want we zitten hier voor de Razer Phone. Ja. Het is geen moeilijke naam. Het is geen GX720 bullshit naam, maar het is gewoon... Het is niet eens vernoemd naar een dier of naar een sterrenstelsel, zoals Razer altijd doet. Nee, het is echt letterlijk de phone gewoon. Hij staat ook in je netwerklijst als phone, want dat is het modelnummer en het merk is Razer. F-O-O-N? Ja, nee, dat dan net nog niet. Maar nee, voor €780 zo ongeveer, Nederlandse prijs, als je merkt, importeert zonder sim, heb je een high-end mobiel voor de gamer. En dat hebben wij sinds de N-Gage niet meer gezien. Dat is best wel bijzonder inderdaad. Ja, dat is... Soms zeggen ze wel van... Oh ja, ons mobiel kan ook wel een beetje games draaien. Maar dit ding is echt gefocust op entertainment. Dus niet zozeer productiviteit. Ja, het is listen, play. Ja, ik zie hier al Netflix op staan. Ja. Dus entertainment. Zeker. Het is in de basis natuurlijk gewoon een telefoon. Dus je kan bellen, je kan sms'en, je kan whatsappen. Ja, whatsapp misschien, moet je misschien niet doen vanwege al die Facebook shit. Dus is een andere discussie. Maar ja. Allemaal dat soort dingen. I don't know wat je zelf wil, maar het is natuurlijk gericht op gamen. En hoe doet dat het? Heel erg fraai. Wat je sowieso qua specs krijgt, zit echt topnotch. Je krijgt echt 8 gig RAM, een octa-core processor, 64 gig ingebouwd. Er zit een 120 hertz scherm in. Dus dat is echt een scherm met een van de snelste verversratio's ooit, zo'n beetje. Netjes. Een HDR-scherm nota bene. Dolby Atmos zit erop. Stereo speakers, en dat is echt een ding. Je vraagt natuurlijk altijd af, hoe ga je er beter van gamen? Nou ja, het draait games heel veel sneller, maar bijvoorbeeld ook door dat scherm en door die speakers heb je ook een betere ervaring in je games. Want stereo, gewoon over de speakers, wat trouwens echt prachtig klinkt, weet je, dan kun je al in een World of Tanks of in een Fortnite of whatever, PUBG Mobile heb ik erop gespeeld, kun je al wat sneller plaatsen waar je zit. Weet je, je hoort niet door één crappy speakertje al het geluid, nee, je hoort echt dat zit links, dat zit rechts. En je hoort vervolgens van links achter iemand in de trein schreeuwen van zet je geluid wat zachter. Ja, nou ik moet wel zeggen, over achter je gesproken, het ding is dus ook Dolby Atmos certified en dergelijke, er zit Dolby Atmos software op. Maar zelfs ook als je geen headset erin prikt, dat Dolby Atmos heeft wel iets. Het kan echt bijna achter je geluid projecteren, terwijl het heel raar is met twee speakers. Die dingen zijn heel mooi afgesteld, zijn ook van THX approved. Ja, THX is tegenwoordig van deze zelf, notabene. Ja. Maar nee, echt goed geluid en heel goed beeld ook, want het is een 1440p scherm. En die 120 hertz, ja kijk, niet alles draait op 120 hertz. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een World of Tanks, dat draait gewoon naadloos 120 hertz met mooie graphics en alles. Nou ja, kijk, dat moet natuurlijk wel zo zijn, dat de apps daar ook voor gebouwd zijn. Want je kan elk simpel spelletje kan je erop spelen, maar niet elke game zal daar per se voor geoptimaliseerd zijn. Nee, en dat is dan een beetje het punt waarbij je bij de mobile gaming sector aankomt. Steeds meer games draaien op mobieltjes. Het worden natuurlijk, zoals je hier ook ziet, steeds sterkere apparaten. Ja. Ze kunnen steeds mooiere dingen opdraaien. De vraag is of er genoeg games zijn om echt te zeggen, ik ben een mobile gamer. Want je hebt natuurlijk nou PUBG Mobile, want Fortnite komt er notabene aan, ook op Android. Trouwens, hij draait op Android, lag volgens mij best wel voor de hand. Maar nee, het aanbod aan games moet wel groeien. Je hebt een aantal MOBA's. Ik dacht Windows Phone. Je dacht Windows Phone, ja. Ik ben nog steeds salty over het verdwijnen van Windows Phone. Maar het lijkt me logisch dat dit gewoon de nieuwste versie van Android draait. Ja, maar gaan er door dit soort telefoons ook specifiek games ontwikkeld worden die op zo'n apparaat kunnen draaien? Razer werkt met een aantal van die game developers samen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat dan een Vainglory of een Arena of Valor van die mobiele MOBA's, dat die specifiek wel zeggen van ja, we pakken dit op en Razer werkt dan ook samen om het mooier te krijgen. Maar ja, dat moet nog wel bij veel meer games gebeuren en sowieso moet de markt in mobiele games moet groeien, er moeten betere mobiele games komen. Dan zie ik dit wel als een heel viable apparaat, ja. Maar ja, goed, niet alles draait 120 hertz en niet alles kan ook HDR en al die andere toffe dingen die erop zitten. Maar dat gaat wel komen. Tot die tijd zou ik zeggen, het is een heel mooi entertainment mobiel. Maar er zijn ook wel een aantal nadelen aan het hele verhaal. Ik bedoel, vertel. Nou ja, tegenwoordig, een smartphone heeft een camera. Dat moet. Voorop, achterop. Ja. Dat is dan weer zo'n ding van Razer waar ze dan niet zo heel erg groot op inzetten. Hij kijkt goed, hij luistert goed, hij gamet goed. Maar kiekjes maken is nog echt een beetje zo'n camera dat je denkt van dat is niet €780 segment waardig. Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk wel geïnvesteerd in het mobiele gamen. Dus dan moet je misschien dingen laten. Ja, dat En dan, dat zal dan de camera zijn.
Ja, camera en ook een beetje wat software. Je zou hopen dat er wat meer unieke software op staat. Razer gooit alleen maar een soort van thema-store erop. Is wel leuk dat je een aantal themaatjes hebt. Maar software is dan her en der dat je denkt van daar had iets meer gemogen. Die camera had een heel stuk mooier gemogen. Maar voor de rest is hij wel van een heleboel gemakken voorzien. Ik bedoel, er zit ook gewoon een fingerprint scanner op en dergelijke. Dat is wel netjes gedaan. En sowieso het design. Ik vind het design heel praktisch voelen. Het is echt een fijn ding om in je hand te hebben. De locatie van de knoppen is logisch. Het feit dat er twee lekkere speakers op zitten. Ik waardeer dat rechthoekige heel erg. Maar dat komt ook een beetje omdat Razer heeft natuurlijk Nextbit overgekocht. En Nextbit maakte al, weet je, als je hun eerste telefoon gaat zien, de Robin. Die lijkt er heel erg op als in heel erg rechtlijnig en toch een beetje Windows Phone-achtig. Ja, maar goed, het ziet er mooi uit. Het voelt prettig, maar er zijn gewoon wel een aantal steekjes los. Ja. Ja, en volgens mij noemde je 64 gigabyte intern geheugen. Ja, is wel uitbreidbaar. Dat is wel chill, want ik weet niet hoe groot de mobiele games tegenwoordig zijn. Ja, maar, best wel wat. Kijk, ik heb op mijn iPhone heb ik geloof ik 16. Dan is het sowieso al snel vol. Maar ik hoor ook van veel mensen die aan 64 al niet genoeg hebben. En als jij dan een PUBG of een Fortnite of een World of Tanks erop zet, ja, weet je, dan is die ook wel redelijk snel vol. Ja, nou, 64 is te doen en je kunt een micro SD kun je gewoon bijprikken eventueel. Dus wat dat betreft hebben ze er wel goed over nagedacht. Maar de games worden inderdaad wel groter. Dus het is wel fijn dat er de mogelijkheid is. Heeft de telefoon verder nog unieke features als het gaat om inderdaad qua gaming of qua... Ja, je zegt er zit niet zo heel veel software op, maar ja, ik zit dan te denken van... Heb je niet een apart tapje of een apart menustukje waar je heel mooi de games in kan plaatsen? Nee, dat doen ze dus bijvoorbeeld weer niet. Dat zou ik dan wel denken weet je, het is wel een gaming telefoon. Het is wel ook Android en dan gaan de Android gebruikers natuurlijk zeggen van ja, ik heb daar een widget voor of ik heb daar een app voor die dat doet. Dus dat kan dan inderdaad. Ja. Maar qua echt unieke features die heeft, qua unique selling points, moet je dus vooral kijken naar het feit dat het echt een HDR scherm is. Prachtig, goede resolutie ook. Die stereo speakers die echt super zuiver zijn, Dolby Atmos erop en natuurlijk die 120 hertz en dan in combinatie met dat het technisch gewoon echt heel goed in elkaar zit. Ja. Dat zijn de unique selling points. Als jij echt de beste allrounder wil, dan zou ik niet zeggen dat dit dat is voor 780. Want die camera en toch nog een aantal steekjes los, een beetje... Want verder de andere dingen op de telefoon, draait dat allemaal goed? Twitter, prachtig. 120 hertz en een groot scherm, dat is ook gewoon met Reddit en Twitter en gewoon je social media. Is het wel gewoon heel prettig dat het soepel, super... Het gaat super soepel en dat maakt het wel dat het heel premium voelt. Ik bedoel, Apple doet die techniek al jaren. Dat zij, weet je, ik geloof dat er een iPad is die ook 120 hertz ondersteunt. Dat voelt zo smooth en dat maakt dat ding heel premium aanvoelen. Dat heeft deze dan ook wel. Ja, dus ja goed, het is een telefoon voor de gamer, maar desnoods wil je een high-end telefoon, maar wil je niet voor Apple gaan, dan zou dit ook nog wel een keuze kunnen. Ja, zie ik wel gebeuren. Vooral ook omdat het er strak uitziet en het voelt goed. En als het gaat om gebruiksgemak, Android of iPhone is natuurlijk een keuze daarin. Maar ik denk wel dat dit heel premium aanvoelt bij Android. De vraag is alleen, 780 is wel erg lastig om ook te... Als je kijkt naar die camera, denk je niet van dit is premium. Nee, oké. Maar goed, je kan hem afsluiten met een abonnement, neem ik aan. Officieel is hij niet echt richting Nederland gekomen. Als je hem wil kopen, dan moet je hem van bepaalde online retailers halen die hem dan geïmporteerd hebben. Want hij wordt eigenlijk vanuit Razer niet verscheept naar Nederland. Maar dat kun je dan via Duitsland weer binnenkopen. En dan sim-only, duw je er zelf iets in. Kan wel. Beetje omslachtig, maar het kan. Dat is ook met de iPhone. Als de iPhone niet naar Nederland zou komen, zouden ook heel veel mensen hem op een ander circuit opzoeken. Dat is hier ook het geval. Ik hoop alleen wel dat dit... ook naar Nederland gaat komen officieel en dat het een tweede versie gaat krijgen. Want dit is al een hele fraaie eerste telefoon voor Razer, eigenlijk een tweede voor Nextbit. Maar je raakt ook heel erg benieuwd naar van wat als ze dan een tweede versie maken waarbij ze wel gaan kijken naar meer software en wel een goede camera erin proppen. Dan wordt het pas echt interessant. Ja, oké. Tof, klinkt goed. Final thought. Als je een gamer en een entertainment speler, kijker bent, dan is dit een heel interessant ding. Wel 780, dat blijft lastig om overheen te komen, maar ik zie de value ervan in als je echt gaat kijken naar het scherm en de speakers en dat het gewoon al je games goed draait. Ben je een mobiele gamer? Overweeg het op zijn minst. Tof. Dankjewel. Alsjeblieft. Gamers en Gear. Tom. Daniel. Razer. Staat Rick en Morty staat nog steeds op. Ja. ik was een beetje benieuwd of je niet gewoon in slaap was gevallen, maar Rick en Morty kan lekker. Ik vond het wel een rare aflevering.